kwartfinale met overtuiging gewonnen. Hoe zijn jullie dit weekend ingegaan en hoe is het vanuit jullie verlopen? Ja, dit weekend, ja, we kunnen eigenlijk starten bij dinsdag, onze eerste training. Daar hebben we toch wel besloten, en zo, dat is ons ook gezegd, dat we gewoon dat nu gewoon volledige business is. Dat we nu gewoon gas moeten geven. En ik denk dat we een hele goede trainingsweek hebben gehad. Daarna spelen we zaterdag in Utrecht. We begonnen best sterk, 2-0 al heel snel in de eerste periode. En daarna begon het toch wat rommeliger te lopen. En we passen ons wat meer aan hun spel. En uiteindelijk toch nog overtuigend gewonnen. Zeker, we hebben ons toch nog herpakt. En ja, dan komen we vandaag aan. Dik gewonnen, ons eigen spel gespeeld. En we hebben hun een keer laten aanpassen en ons spel. En na een jaar Verenigde Staten weer terug in Geleen. Hoe voelt het weer om weer in de wereldstad te spelen? Ja, geweldig. Het is als thuiskomen. Ook met de fans. Echt helemaal top. Ik heb het echt gemist. Wat heb je het meeste gemist in Amerika? Ja, de fans. Ja. Toch wel, ja. De Limburgse spelen? Ja, 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 100%. Ja, en het volkslied. Won de kwartfinale. Hoe kijk je terug naar je eigen prestaties? Ja, ik denk dat ik wel een goede wedstrijd heb gespeeld. Gisteren wat minder, af en toe wat rommelig. Maar ik heb me toch wel herpakt vandaag. En toch wel gedeeltelijk laten zien wat ik in petto heb. Nu, net als veel in de NHL met je broer in één team, hoe voelt dat nu? Gaat dat anders, meer bijgeloven met elkaar of juist meer elkaar een beetje in de haar hangen? Ja, het is nog altijd hetzelfde. Het is gewoon de ene keer helemaal je elkaar op en de andere keer, ja, zoals hij nu hier ook achter me staat, gekke bekken te trekken. De andere keer maak je hem eigenlijk heel klein, omdat het nog altijd je kleine broertje is. Jesse, tweede jaar in de Eater shirt. Dit jaar weer terug, vorig jaar laten zien wat je kunt. Hoe kijk je op naar dit seizoen? Gewoon weer gas geven. Alles geven wat ik heb. Mensen trots maken natuurlijk. Gewoon mezelf ook trots maken. Blijven presteren. En gewoon achteraan blijven jagen. Gewoon hard werken. Zeg, een overtuigend weekend. Hoe kijk jij terug naar dit weekend? Ja, dat is gewoon een goed weekend. Klaar. Twee keer gewonnen. Prima, zo hoor. Ja, tuurlijk. Gewoon winnen. Dan vind ik alles oké. Als je dan kijkt naar je eigen prestaties, hoe zou je dat omschrijven dit weekend? Ik denk dat ik zaterdag had ik, ja, een domme fout gemaakt. Ja, ik kreeg een straf in mijn eerste shift. Ja, dat was gewoon niet zo slim. Dat kan gebeuren. In mijn ogen was gewoon fair hit. Maar ja, ik denk dat het wel oké ging. Maar ik heb me vandaag toch wel herpakt en toch wel beter proberen te spelen. En dat is denk ik toch wel gelukt. Goaltje vandaag, dus ik ben wel blij.